We staan hier nog op een heel leeg plein. De 23e gaat het heel wat anders worden. Wat is uw bemoeienis daarmee? Nou, ik hoop allereerst dat het dan ook zulk mooi droog weer is. Dat zou onze liefding waard zijn. En daarnaast is natuurlijk, ja, Heemskerk wordt uitgenodigd. Vorig jaar was het plein vol, dus wat dat betreft, dat zou mooi zijn. Waar gaat het dit jaar over en wie doen er mee? Nou, wie er meedoen, dat zijn jongeren van het Bonhoeffer College. Die hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan. En mensen vonden dat geweldig om jongeren zo hun talenten te zien benutten. Zang, muziek, dans. En dit jaar het aardige is dat ze ook zelf het script hebben geschreven. Vorig jaar dachten we van, hey, wat gebeurt er nou als jongeren het script schrijven? En dan gaat het, ja, ze zouden geen jongeren zijn als het dan niet zou gaan over de grootste, de mooiste, de leukste, de knapste. En die engelen die gaan daarover in gesprek. Maar het interessante van die engelen is dat er ook iemand is die zegt van, maar gaat het nou alleen over winnaars? Of zit de wereld anders in elkaar? Nu is er ook altijd een thema verbonden aan het Kerst op het Plein. En wat is het thema dit jaar? Ja, nou, zoals je weet proberen we iedere keer te kijken wat er nou in Heemskerk gebeurt. En Heemskerk, zeggen we, is de wereld in het klein. Wat er buiten gebeurt, gebeurt er ook binnen. Natuurlijk andere schaal, andere intensiteit. En vandaar ook dat we dit jaar hebben gekeken naar Heliomare. Heel in het bijzonder, want de onderwijsopleiding komt naar Heemskerk toe. En toen dachten we van, nou, laten wij als Heemskerk daar een heel vrolijk welkom van maken. En het interessante bij Heliomare is, als je daar, ik ben er van de week voor het eerst geweest, maar dan zie je dus dat jongeren dat ze zeggen, ze maken zelf muziek, ze schrijven zelf de teksten en ze zijn trots. En dat zie je dus. En op een of andere manier zegt Heliomare van, je moet altijd proberen mensen deel uit laten maken van de samenleving. Want daar worden ze een gelukkige mens van. En dus dat laten we ook zien. Er zijn gewoon jongeren die, Nino is er één van, die zingt, die is met een rockopera bezig. Dat had hij samen met een vriend van hem, Wessel, dat is wel heel triest, die is vorig jaar overleden. Maar Nino wil daarmee doorgaan, heeft ook een lied gemaakt, Made in Heaven. Dus dat doet er nogal wat toe. Guus is een van de andere jongeren. Die zegt, eigenlijk ben ik wel heel trots op wat er bij Heliomare gebeurt. Patricia Esveld, zij is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Dus zij is bestuurder. Maar je gaat ook iets merken van haar betrokkenheid met het wezen van, waar Heliomare voor staat. En hoe zij ook met leerlingen daarom gaat. En wat is de boodschap die jullie willen uitstralen op die avond? Kijk, Kerst is in essentie natuurlijk, vanuit de geschiedenis, ook vanuit de Bijbel, dan gaat het over de geboorte van Jezus Christus. Maar dat is uiteindelijk ook wel de toonzetting van het levensverhaal. En dat je eigenlijk hier bent op aarde om samen vorm en inhoud aan deze wereld te geven. En sommige mensen gaat het van nature goed. Als je kijkt, als je hier geboren wordt, heb je natuurlijk een heel ander verhaal als dan je als vluchteling ter wereld komt. En zo zie je natuurlijk allerlei voorbeelden. Dus wat we met Kerst hopen te doen, is dat mensen op een manier naar elkaar leren kijken. Dat ze zeggen, wat er op Kerst gebeurt, is dat wij op een of andere manier voor elkaar zorg willen dragen. Ook recht willen doen aan de dingen die moeten gebeuren in de samenleving. Maar dat dat iets gaat worden wat bij het leven hoort. En het is anders dan andere jaren, hè? Want jullie doen het op een andere avond, begreep ik, hè? De 23e. Ja. En hoe laat begint het? Het is 23 december, 8 uur, hier 's avonds, tot ongeveer 9:30. Het begint met community singing. Dat zijn Christmas carols, Engelse voor een deel en voor een deel Nederlanders. Nederlandse kerstliederen. Theater, ongeveer een half uur, 40 minuten. En dan Heemskerk de wereld in het klein. Ik denk dat het heel erg leuk gaat worden, de 23e. Dus ik zou zeggen, iedereen komen en jullie succes. Ja, en jij ook welkom.